Maar in de DDR staat de opvolging klaar. De nieuwe lichting hier bijvoorbeeld vertegenwoordigd op de kortere afstanden door Angela Hauk. Uit vorige jaren beter bekend wellicht als Angela Stanke. 23-jarige uit Dresden afkomstige schaatsenrijdster die met name op de kortere afstanden het vaandel voor de Oost-Duitse vrouwenschaatser moet gaan dragen. En ze doet dat met verve. Gisteren won ze tijdens de wereldbekerwedstrijden al de 500 meter. En hier is in haar rit tegen Erwina Ries, de veterane, er zit bijna een generatie tussen deze twee, op de 1000 meter bezig met weer een uitstekende prestatie. De opening ging in 18.78 en dan gaat het goed met Angela Hauk, die haar carrière gedegen heeft opgebouwd. Heel rustig heeft toegewerkt naar het grote werk. Drie keer wereldkampioenen geweest bij de junioren in de jaren 82, 83 en 84. En daarna in de schaduw van de echte verdetten goed doorgegaan. 49.41 naar 600 meter. En dat is nog altijd een tussentijd die een voortreffelijk perspectief op een prima eindtijd biedt. Ze was ook op de Olympische Spelen in Calgary, deze Angela Stanke. Daar werd ze op deze 1000 meter zesde in het Olympische klassement. Maar ze lijkt er echt klaar voor te zijn om zeker op de 500 en de 1000 meter de successen van de DDR internationaal voort te zetten. Kijk maar eens naar vroeg in het seizoen deze eindtijd, 1.22.40. Een formidabele prestatie in Oost-Berlijn. Uitslag van die 1000 meter, de Oost-Duitse meiden 1, 2 en 3 in het klassement. En op enige afstand volgt dan het quintet Nederlandse rijsters.